Als Jeroentje van school naar huis loopt, moet hij langs dit paadje door een groot, donker bos. En hoewel hij van mama niet van de paadjes af mag, doet hij dat stiekem toch. Want op een plek waar nooit iemand komt, heeft hij namelijk een ondergronds kasteel. En diep, heel diep onder de grond, houdt Jeroentje zich muisstil verscholen. Er is iemand in mijn ondergrondse kasteel. Een heel groot iemand. Help! Help! Een monster! Ah, ik eet je op. Ja, zo is het leuk geweest. Je hebt me gevonden. Ik heb je. Goed, hè? Nog een keer. Ja, maar nu spelen we dat jij de prinses bent en ik het monster. Dan moet jij de prinsessenstrik in je haar. Kom. Jij verstopt je en dan ga ik je zoeken en dan eet ik je op. Ik tel tot 10. 1, 2, 4, 3, 6, nee, ja, 2, 4, 9, 5, 1, 10. Ik kom! Waar zou die zitten? Help, ik ben de prinses, prinses in nood, help, ik hoor een monster aankomen, heel wat eng, hij gaat me opeten. Ah, waar is de prinses? Ik ruik prinses, ik wil prinsessenvlees, ik ga haar opeten. Ah! Help, nee. Wat is er nou? Nou, je hebt me veel te hard laten schrikken. Ja, maar het was een spelletje. Ja, maar toch. Ik wil het nooit meer spelen. Oh, nou, dan mag jij weer het monster zijn. Speel je dan weer mee? Ja. Maar dan ben ik het monster. En ik de prinses. En zo speelden ze nog een hele tijd diep onderin hun geheime ondergrondse kasteel. Oh, help! Een monster! Ah. Genade! Ah, hier, kom hier! Ah.